Op de boerderij van Thomas Knopen aan de Oud-Bodegraafse weg bedwongen vele klimmers de verticale ijzerwand. De klimmers mogen met hun bijlen en voeten alleen in de blauwe vakken komen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ze wel heel erg makkelijk naar boven klimmen. Tijdens de finale van het NK ijsklimmen doen er 6 heren en 6 dames mee, waaronder Janneke van Ginkel. Janneke van Ginkel, het is helaas niet gelukt jouw poging. Wat ging er mis? Ik kon mijn voeten niet goed plaatsen, waardoor ik steeds wegleed en gewoon die bijlen niet hoog kon krijgen. Het was gewoon zwaar. Ja, het is loodzwaar volgens mij. Ja, het is echt wel zwaar, want je hangt, omdat het overhangen is, hang je vol in je bijlen. En ik kwam gewoon niet hoger. Volgens mij moet je beren sterk zijn in je armen en je benen. Ja. Ja. Ben je dat? Ja. Als ik sterker was, had ik natuurlijk hoger kunnen komen. Maar was er nu niet sterk genoeg voor. Maar ik klim heel veel, dus dan word je wel. Daar krijg je veel kracht mee in je armen en je schouders natuurlijk. Ja. Ja. Heb je ook kunnen oefenen op ijs? Want dit is de eerste klimwand in Nederland met ijs. Dat is nee, lastig. Nee, ik heb nog helemaal niet ijs geklommen. Ik heb afgelopen zomer een keer uit de gletsjerspleet geklommen. Maar dat was het enige. Ik klim eigenlijk nooit ijs. Ja. Dus ik deed nu gewoon mee voor de lol. En tot verbazing kwam ik tot door de finales. Ja, ik vind het echt moedig dat je mee hebt gedaan. Ja, ik vond het heel leuk. Ik doe nooit mee met wedstrijden, maar nu... En hoorde ik dat je lid bent van de Studenten Alpenclub. Ja, ja. Wat is dat voor een club? De USAC is een studentenclub voor klimmers in Utrecht. Dus voor studenten die in Utrecht studeren en dus heel erg klimmen. Dus we organiseren heel veel activiteiten in de Alpen, voor sportklimmen. Dus allerlei verschillende dingen. Dat is heel leuk, daar heb ik dit ook allemaal geleerd. Thomas, de mensen die meedoen, die moeten een soort entree betalen. Wat moeten ze betalen? Wij willen geen geld vanwege verantwoording, dus wij laten ons altijd graag uitbetalen in goede speciaalbieren. Goede speciale bieren? Goede speciaalbieren, liefst een mooie Belg of een lekker Nederlands speciaalbier van een kleine brouwerij. En dat is de toegangsprijs, lekker ludiek, kan niemand enige aanstoot aan nemen. En geen verantwoording voor wat er voor de rest gebeurt met valpartijen, vallend ijs en andere enge dingen. En jij bent voor de rest van het jaar voorzien van bier, of niet? De zomer gaan we zeker halen. Ja, nou, proost zou ik zeggen. Dank je. Naast mij staat het jurylid Tim van der Linden. Dat zeg ik goed, Tim? Ja, dat klopt. Waar let jij zo al op? Nou ja, ik let er voornamelijk op dat ze niet buiten de zones gaan stappen en slaan. Het is wel mogelijk om je lichaamsdelen buiten de zones te houden, maar je mag het niet gebruiken als voor de voortbeweging. En tot nu toe is er niemand boven gekomen? Nee, klopt. En hoe wordt de winnaar dan bepaald? Wie is dan de winnaar zo dadelijk? Degene die het hoogste gekomen is. Oké, okay. Ja. Dat gaan we zo meemaken. Ja, ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd hoe ver die komt. Laatste klimmen, wel was het snelst in de kwalificatie, dus je verwacht dat hij het best is. Ja, dat zou je verwachten, ja. Is dat de eerste keer dat je jureert bij een ijsklimwand, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, ah, ja. Ook voor jou een vuurloop. Ja, een beetje wel inderdaad, ja klopt. Ja. Heb je zelf al getest, de wand? Ja, ik heb de routes ook uitgezet. Ik ben ook de bouwer zeg maar, van de routes. Nou ja, ik heb het parcours uitgezet, zeg maar. Ja, en het parcours dat zijn de kleuren. Ja, precies. De bouwer van de wand zit ik Thomas Knopen. Laat daar geen onduidelijkheid over zijn. Kijk, hij heeft nu zijn rechtervoet. De rechtervoet buiten de zone, maar hij gebruikt hem niet. Hij leunt alleen tegen de wand en dat mag. Dat mag wel, ja. Dat mag. Yes, kom op. Hoe noem je nou de obstakels onderweg? Er zijn allerlei benamingen voor. Dus hier geen hele ingewikkelde dingen hoor. Dus het zijn eigenlijk allemaal blobs. Blobs? Blobs, blobs. Blobs. Ja, blobs. Ja, we hebben... Dus, blobs, ja. Ja, er is verder niet echt een naam voor. Alle ijspegels zijn eruit geslagen en zo, dus ja. Maar hij gaat nog lekker volgens mij. Hij gaat goed. Hij is halverwege. Het is een tijd. En ik geef hem nog een goede kans dat hij in ieder geval tot de wandzone komt. Het valt me op dat het publiek niet echt hard aanmoedigt. Is dat bewust? Ik denk dat het publiek het een beetje koud heeft en misschien niet heel erg bekend is. Eigenlijk is helemaal niemand bekend met de sport. Dus, het onbekende. Op een paar hardcore klimmers na, zeg maar. Die hard, precies. Ja, ja, en de beste ijsklimmers die zijn niet in het land, dus dat is wel een beetje jammer. Ja, dat was Dennis van Hoek, toch? Dennis van Hoek, ja, en Marianne van der Steen. Ja. Ja.
Dat zijn twee internationale top-ijsklimmers. En Dennis heeft vorige week nog de World Cup gewonnen in Zwitserland. Dat is echt een hele knappe prestatie. Ja, die schrikt dus helemaal. Hoe snel zou hij dit doen? Hij heeft, Dennis heeft een vergelijkbare wand. Heeft hij in 7 seconden geklommen. In 7 seconden? Ja, maar dan wel zonder de zones. Maar zeg maar, gewoon alles wel mogen gebruiken. Dus in 7 seconden heeft hij echt de hele wereld de elite mee verslagen. Waanzinnige prestatie. Dat was een waanzinnige prestatie, ja. Ja. Hoe kun je nou voorbereiden op zo'n klimwand? Qua conditietraining, wat moet je doen? Ja, je kunt met je bijlen natuurlijk. Er zijn een aantal klimhallen in Nederland die hebben wel routes uitgezet waarmee je met bijlen kunt klimmen. In Bergse Hoek bij Monte Savino, de grote klimwand, daar hebben we in het najaar een draaitoerwedstrijd gehouden. Dus een wedstrijd met alleen maar zoals het bovenste gedeelte is. En die route zit er nog in en daar kun je dus wel oefenen. Hij zit nu in het draaitoeldeel. Hij komt nu in het draaitoeldeel, ja. Wat is dat lastigste? Hier haken de meeste af. Ja, dit is heel moeilijk. Dit heb ik ook expres heel zwaar gemaakt. Ik wist niet precies het niveau van de klimmers. En ik heb op 7 gespeeld en ik heb er echt hele moeilijke bewegingen in gemaakt. Dit is echt een kans hebben volgens mij. Ik heb geen verstand van. Ja. Hij is bijna bij het verse punt. Dat was lastig geworden. Als hij de volgende greep weet te halen, dan wint hij. Ja. Bijna. Hij krijgt een waarschuwing. Ja, van Joost. Ja. Kom op nou. En nu moet hij doorpakken. Ja, nu moet hij doorpakken, ja. Ja, dit is heel zwaar hoor. Kom op hè. Wat was hij? Laurens, ja. Ja. Laurens is er bijna. Kom op. Kom op, Laurens. Allee. Laurens, die kan het. Ja, aanmoedigen. Dat is ook niet de bedoeling. Ja, dat mag. Het mag. Ja, mag dat? Ja, hij gebruikt nog steeds de punten niet, dus het mag. Oké, het mag. Ja, het mag. Ja, ja. Het wordt goedgekeurd door de jury, dus hij zit toch in de race, Laurens. Ik ben dat je om een hoekje mag klimmen. Dat is ook moeilijk hoor, om het hoekje klimmen. Ho, waarschuwing! Ja. Ja, is goed. Hoeveel waarschuwingen kan hij nog hebben? Hij mag, dit is de laatste waarschuwing. Laatste waarschuwing. Ja, hij mag door. Ja. Maar Laurens die zet hem op, kijk eens. Allee Laurens, kom op. En wat is de tijd tot nu toe? Oh, time-out. Joost, time-out. Time-out, 6 minuten. Maar je mag doorklimmen. Oké, 6 minuten is het maximum. Ja. Ik hoor net dat Laurens zijn tijd om is, maar we willen hem heel graag zien toppen, dus moedig hem nog even aan. Kom op Laurens, stoppen dat ding! En wat betekent toppen? Gewoon de bovenkant halen? Ja, klopt inderdaad. Ja, die eindschep die daar zit. Ja, hij doet het slim. Ja. Hij zet zijn schrap. Hij moet niet. Echt moet hij niet. Jawel, geef me een applaus. Laurens Magie. Dit was Erwin Holthuizen voor RTV Bodegraven met het NK IJsklimmer 2013. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.